Meer zien dan wat er in het echt te zien is. Computerontwikkelaars zijn de laatste tijd erg enthousiast over wat augmented reality heet. Letterlijk vergroten of toegenomen werkelijkheid. Daarbij kan het beeld van een mobiele telefoon uitgebreid worden met allerlei gegevens van internet. Het Nederlandse bedrijf Layar ontwikkelde een programma waarmee je je nooit meer hoeft af te vragen waar je bent en wat er in de buurt is. Zo hebben we allemaal wel eens gestaan in een vreemde stad. Op zoek naar dat ene restaurantje of gewoon een pinautomaat. Maar als het aan de mensen achter Layar ligt, staan we voortaan zo. Nieuwe mobieltjes weten via GPS waar ze zelf zijn en zoeken dan via internet uit wat er in de buurt is. Dus als je rondkijkt door de camera van je mobieltje, dan zie ik op het beeldscherm waar zich allerlei interessante punten bevinden. Dus dat kunnen zijn restaurants of informatie over gebouwen of Twitterberichten die hier in de buurt zijn geplaatst of geldautomaten. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Vanaf vandaag is het programma wereldwijd gratis te gebruiken. En steeds meer dingen die op internet al te vinden zijn, via Hives, Funda of Wikipedia, zijn nu ook zo te zien. Dit is nog niet eerder eigenlijk gedaan. En het is heel erg bijzonder omdat tot nu toe mobiele diensten, die zaten eigenlijk heel erg in je mobieltje, afgesloten van de wereld. En nu eigenlijk ben je gewoon in contact met je omgeving. En kijk je om je heen en zie je, hé, daar is interessante informatie. Ontwikkelaars van over de hele wereld zijn enthousiast. Zo is het Nederlandse systeem onder andere in Japan te gebruiken. We input about 900.000 points of data. So if you were to head to Japan with your your Layar compatible cell phone, then you would be able to find convenience stores, gas stations, ATMs, points of information for tourism. Just about everything, really. Meer zien dan er echt is. Augmented reality heet deze techniek. Dit is het ook. Je ziet een vlakje op een platte kaart en dat wordt in de computer een heel flat gebouw. En wat er nu gebeurt is dat ik dus een wijk kan maken, of een deel van een wijk, waardoor mensen kunnen zien wat er gaat gebeuren. Waar Layar werkt met GPS-gegevens, werkt deze techniek echt met beeldherkenning. De computer ziet, als het ware. Ontwikkelaars zijn al bezig om te zien of beeldherkenning ook in mobiele telefoons ingebouwd kan worden. Zodat je in de toekomst niet alleen kan zien wat er in de buurt is, maar ook wie. En hoe je zo iemand kan bereiken. Maar of iedereen daarop zit te wachten? Jullie? Zover is het gelukkig nog niet, maar het lijkt wel een beetje alsof het Big Brother-tijdperk is aangebroken met dit soort functies. Maar echte geheimen onthult dit nieuwe systeem Layar niet, want het maakt vooral gebruik van gegevens die nu ook al op internet te vinden zijn.